Mens en Milieu Ede heeft een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad om reclames voor vliegreizen en benzineauto's op bushokjes en billboards te verbieden. Ja, het probleem is natuurlijk dat meer reclame voor auto's en vliegreizen ook leidt tot meer aankoop van auto's en vliegreizen. En dat zorgt natuurlijk weer voor klimaatverandering. En klimaatverandering is een probleem wat we ook hier in Ede echt hebben. We hebben onlangs nog van de brandweer gehoord dat we grote bosbranden gaan krijgen in Ede als gevolg van klimaatverandering. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid van overstromingen of droogte voor de landbouw. Allemaal gevolgen van klimaatverandering. En die klimaatverandering wordt weer veroorzaakt door benzineauto's, vliegreizen, etc. Maar is het dan echt zo dat die vliegreizen die mensen hier zien en waarbij ze dan vanaf Schiphol opstijgen, dat het dan echt gevolgen heeft voor Ede? Ja, natuurlijk. Alle kleine beetjes helpen. Dat heeft natuurlijk eerder de rechter bijvoorbeeld ook gezegd in de Urgenda-zaken. Alle steden in de wereld, alle landen zullen hun bijdrage moeten leveren. Dat geldt ook voor Ede. Er zijn overigens ook 10 andere steden in Nederland die dit gaan doen. Op die manier, als dat overal gebeurt, maakt dat natuurlijk wel degelijk wat uit. Hoewel Mens en Milieu Ede op steun kan rekenen van een aantal andere partijen, zijn er ook partijen die geen probleem hebben met deze reclames. Ja, dat hoort erbij. Er is een beperkte openbare ruimte. En wat VVD Ede betreft is dat vrij om te adverteren. En dat gebeurt ook in alle gemeentes en dus ook in gemeente Ede. Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon moet kunnen. Als we kijken naar, even een beetje uitwijken. Ik reed hier net naartoe. Ik zag reclame voor de Mediamarkt, Sena, Albert Heijn. Nou, allemaal grote organisaties. Maar die producten die komen natuurlijk ook ergens vandaan. Dus die komen per vliegtuig hier. Waarom zou dat dan wel kunnen? Dus als je ergens tegen bent, waar stopt het dan? Dus wij vinden sowieso dat als je als ondernemer, als bedrijf, een marketingbudget hebt voor een product wat je verkoopt, wat niet illegaal is, wat niet verboden is, dan moet dat ten alle tijde gewoon kunnen. Dat is een democratie. Volgens Mens en Milieu is het wel belangrijk om producten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur terug te dringen. Is dat dan niet een goed punt? Ja, ik denk dat het een goed punt is vanuit hun. En je zegt het ook al, hè, dat het terug kan dringen. Dat zien we bij heel veel van dit soort zaken, ook bij het klimaatakkoord. Het kan beter. Maar aan de andere kant, weet je, dit is volgens mij onderdeel van een 25-stappenplan van Mens en Milieu Ede. Zij promoten ook bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens. Maar die onderdelen daarvan die komen ook allemaal per vliegtuig hier naartoe. Hè? Dus wat is schadelijk? Dit is ook schadelijk. Dus eigenlijk is het een soort ideologie wat ze aanhangen. En eigenlijk vindt Forum voor Democratie dat je daar als politieke partij eigenlijk buiten moet blijven voor wat mensen hier in Ede denken. Je mag het denken, daar mag je vrij in zijn. Aan de andere kant is het wel zo dat het een soort angstideologie is. Waar zij zelf eigenlijk ook aan meewerken. Want zelf gebruikt Mensen Milieu Ede bijvoorbeeld ook een iPad hier in de Raad, die ter beschikking gesteld is. Die komt ook uit China, komt ook per vliegtuig. Ze zullen vast een elektrische fiets hebben. Onderdelen komen ook uit China. Ja, waar houdt het op? Is het gevaarlijk? Ja, vast wel. Maar er zijn zoveel dingen niet goed. Ja, waar houdt het op? Ik snap de achterliggende gedachte, want vliegen is natuurlijk slecht voor het milieu en rijden ook. Dus allemaal CO2 aanwas. Maar het is wel een maatschappelijk probleem. Voedselproductie levert CO2 op. Vliegen levert CO2 op. Autorijden levert CO2 op. Avocado eten levert CO2 op. En zo kan je maar doorgaan. Dan kan je dadelijk alles verbieden. We moeten dit als maatschappij oplossen. En we gaan niet naar één kant wijzen of naar één type bedrijf om het op te lossen. Of om ze aan te wijzen als probleemeigenaar. Sterker nog, als we iemand nodig hebben om het allemaal beter te maken, dan zijn het juist de bedrijven van fossiele energie. Want zij moeten ervoor zorgen dat die energie schoner wordt. En we lopen daar gelukkig als Nederland ook voor. Hoe zit het dan precies met de partij van Mens en Milieu Ede? Moet iedereen maar stoppen met vliegen en alleen maar rijden op de fiets en elektrische auto's? Ja, op termijn moeten we daar naartoe. Hè. Bijvoorbeeld de benzineauto's die worden door Europa over een aantal jaren gewoon helemaal verboden. Tot die tijd mag er dus nog wel reclame voor gemaakt worden. Maar het is niet alleen de klimaatverandering. Denk ook bijvoorbeeld gewoon aan de gezonde lucht die we door auto's verslechtert. Bijvoorbeeld, hè. Dat is een heel direct gevolg van dit soort reclames en door het gebruik van benzineauto's. Nou, er zit wel een angst in voor paternalisme. Dat we denken we kunnen achteroverleunen als maatschappij, want we hebben immers een grote stap gemaakt. We hebben reclames verboden. Zo werkt het niet. We moeten met z'n allen hard werken aan die toekomst en aan de schone toekomst. En dat betekent juist dat we wel even de realiteit in oogschouw moeten nemen en niet pedale producten of type bedrijven moeten uitzonderen. Dat zou een hele slechte, dat zou niks helpen. Dat zou heel raar zijn en heel slecht zijn. En eerlijk gezegd een beetje paternalistisch. Ik zie het al voor me dat er in het gemeentehuis dadelijk een afdeling komt die de goede en de slechte reclames uit elkaar moet halen. Nee, ik vind er helemaal niks van.
Ja, het voorstel komt in juni in de Raad. Er zijn drie partijen die landelijk ook een verbod op fossiele reclame in hun landelijk verkiezingsprogramma hebben staan. En die partijen hebben onlangs ook in Zwolle voor dit voorstel gestemd. En ook in 10 andere steden in Nederland wordt fossiele reclame ingeperkt. En ik hoop dat het hier ook gaat gebeuren. En denkt u ook dat het gaat gebeuren? Ja, ik denk het wel. Als ik gewoon even kijk naar partijen die kritisch zijn op dit onderwerp. Of dan denk ik dat gaat gebeuren. Nou ja, wij gaan uiteraard tegenstemmen. Wij vinden dat politiek zich met dit soort dingen niet moet gaan mengen in wat mensen in hun dagelijks leven doen. Hè. Mensen die werken vaak een jaar hard, willen lekker op vakantie gaan met hun gezin. Dat moet ook kunnen. Volgens mij is ook de hele business hieromheen, kijk naar Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Airport. Het is huge. De vraag is enorm. Daar moet ook naar kijken, naar de vraag. Dus je zou beter moeten kijken naar de bedrijven die bijvoorbeeld in hun ogen dingen uitstoten, dat je daar het probleem kan proberen aan te pakken. Maar laten wij als politieke partij alsjeblieft afstand nemen van dit soort dingen waar je de burger eigenlijk mee raakt, want dat is wat we eigenlijk hiermee doen. Dus wij gaan zeker tegenstemmen. Nee, VVD doet aan alle goede voorstellen die CO2 verminderen mee, maar niet aan dit soort waanideeën. Hier gaan we niet aan meedoen, hier zullen we niet mee instemmen. Wij willen gewoon een innovatief Nederland, een innovatief Ede, oplossingen hebben voor de hele wereld, want bedenk je wel, om bijvoorbeeld het vliegverkeer voorbeeld te nemen. Vliegverkeer in de wereld gaat helaas enorm toenemen. In Afrika, in India en in China. En of we nou reclame toestaan in Ede, gaat er helaas niets aan veranderen. Dus we kunnen er maar beter voor zorgen dat Nederland voorop loopt en de wereld gaat helpen met innovatieve, schone brandstoffen.